Er is veel lawaai in mijn muziek, maar er is ook genoeg muziek in het lawaai om het aanvaardbaar te maken. Front gaan zien, dat was een evenement. Zomer 2008. Front to FORTE treedt op in het Oost-Vlaamse Oudenaarde. De groepsleden komen vooraf samen in Brussel bij keyboardspeler Patrick Codeny. C'est vrai? Ben je wel chercher moi? Brussel, begin jaren 80. Terwijl op de radio en in de Vlaamse jeugdhuizen de gitaarrock regeert, experimenteren in het Brusselse jonge bands met elektronica. Ze leggen de nadruk op synthesizers en beatboxen eerder dan op gitaar en drums. Een van die bands is Front to FORTE. Front wordt in 1981 opgericht in Aarschot door Dirk Bergen en Daniel Bressanuti. Maar de groep maakt al snel deel uit van de Brusselse electro-scene. Ik was ook in die scene betrokken in Brussel. En op een moment dacht ik ga nu met synthesizers beginnen, want ik zag me niet een gitaar spelen of zo. Maar qua prijs kon je dat niet betalen, als kleine niemand zullen we zeggen. Ik heb die weg dan wel gevonden via binnen te raken in de muziekwinkel. Dat was toen Ilsmuziek, die nu nog bestaat trouwens. Deze Brusselse muziekwinkel wordt een belangrijke ontmoetingsplaats voor de twee nieuwe bandleden, Patrick Codeny en Jean-Luc Demey. Donc à ce moment-là, il travaillait dans un magasin d'instruments de musique, ici juste derrière le coin, chez Ilse. Et on était déjà clients chez lui. Et donc en parlant, il a dit tiens, vous achetez des instruments électroniques, qu'est-ce que vous faites? Et puis on lui a dit ce qu'on faisait, et puis il a dit ah mais moi je fais un peu la même chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Daniel was een grafist, ik ben ook grafist, interior design. Jean-Luc heeft historie geleerd. Dat waren verschillende natuurlijk interesse, maar verschillende personaliteiten, maar iedereen had interesse in dezelfde muziek. J'ai toujours aimé Joy Division pour le côté dramatique. Même sur disque, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe. Et c'est un groupe qui m'a beaucoup touché. Et je trouve que ce sont quand même des grands groupes. Et que ce sont des grandes personnalités qui sont dedans. Et là, je me suis dit, ça, c'est une direction à prendre. Toen al, omdat ik graag van elektronische apparaten en zo, was ik al bezig jaren met de muziek concreet en zo. Al die avant-garde lawaai, zullen veel mensen dat noemen. Stockhausen en al die dingen, hebben mij altijd gepassioneerd. De experimentele muziek van Stockhausen, de donkere new wave van Joy Division en de electropop van Fat Gadget zijn een inspiratiebron voor Front. In 1981 brengt de groep een eerste single uit, Principles. Het nummer op de B-kant, Body to Body, wordt een hit. Het jaar daarop volgt de single Human. Front to FORTE houdt er een trouwe schare fans aan over. Human was gemaakt bij Daniel in zijn studio. En in het algemeen, hoe dat we werken, is het dikwijls Daniel die met een basis start. Dus een basis, dat is gewoon een baseline. Met soms drums erbij, elektronische drums. Jean-Luc probeert stemmen erop te zetten. Ik probeer zo parasietenklanken binnen te brengen. Dan gaan we allemaal samen in de studio en proberen wij een structuur op te bouwen. Anno 2008 is Front to FORTE uitgebreid tot een zestal. Drummer Tim Kroker komt uit Duitsland en Sylvain Guigon, de verantwoordelijke voor de video-effecten uit Frankrijk.
Voor elk concert wordt de elektronische apparatuur opgehaald in een beveiligde opslagruimte. Peut-être un peu plus lourd, un truc comme ça. Wij hadden de indruk dat we live aan een soort aanpassen waren. En we wouden verder met iets. Wat al Richard al gezien met zijn noise concept die in de voorprogramma van Front speelde en zo. Hij had geen schitterende muziek, maar hij had veel energie. En dus dachten we dat is echt iets dat wij missen. We hebben hem gevraagd of hij geïnteresseerd was om op stage te gaan met Jean-Luc. En er is direct zo een energie, elektriciteit tussen de twee mannen gebeurd. In 1983 komt Richard Jonkheren als vijfde lid bij de groep. Hij wordt bekend en berucht onder de codenaam Richard 23. Moi, ça me convenait parfaitement puisque j'avais acheté le premier 45 tours du groupe et que j'étais très proche de ce genre de musique. Code number, member 2, name, R23, Irionic, activity, drums and vocals, political influences, uncontrollable, main characteristic, is looking for females, message, stand by the innovators. On lisait des bouquins de William Burroughs, l'écrivain américain, et il était très porté sur la numérologie. Et donc, il attachait beaucoup d'importance au 23, parce que le 23, c'est l'association du 2 et du 3 qui font 5. Et il y avait des 23 partout. Et on a commencé à s'appeler les uns les autres. Il y avait Patrice 23, il y avait Gérard 23, il y avait Richard 23. C'était un peu une joke et une manière aussi de se reconnaître parmi les autres quand on disait 23. Et quand j'ai déposé un nom à la Sabam pour protéger mes morceaux, c'est venu naturellement. On dit, c'est Richard 23, c'est comme ça que tout le monde m'appelle, quoi. Kort daarna verlaat medeoprichter Dirk Bergen de groep. Front 242 bestaat voortaan uit 4 leden. De groepsnaam blijft behouden. Ik wou iets toch meer serieus doen met Front en iets dat een impact had. En het woord Front in de jaren 80 had nog een impact, vandaag niet meer. Want Front kon je vertalen in al veel talen. En de 242, ja, dat is universeel, cijfers. Et c'est vrai que même le nom Front 242 n'a pas vraiment une signification au départ. C'est un nom fort. Forcément, c'est une signification d'être au front, c'est d'être devant, d'essayer d'être avant les autres, d'essayer de briser les choses, comme une armée qui va au front. Et le 242, 242, ce sont des chiffres qui sonnent bien. Et en plus, dans toutes les langues, C'est compréhensible et ça a le même impact, la même signification. Ook hun muziek moet een impact hebben en moet de commerciële beats van het moment overstijgen. Beats zoals die van Marc Moulin's electroband Telex. Ja, groepen zoals Telex deden wat ze deden heel heel goed. Maar voor mij, ik zag daar, niet om af te breken aan de groep, maar ik zag daar geen inspiratiebron, geen toekomst voor. D'ailleurs, à l'époque, personne ne savait utiliser un synthétiseur, à part peut-être Klaus Schulze et Kraftwerk. Je veux dire, tout le monde essayait de bidouiller. La technique et la technologie, tu l'apprends en l'utilisant petit à petit. Je pense que c'est tous ces éléments qui ont fait que Front est devenu Front de 4-2. Je had op dat moment kreeg je zo de eerste synthesizer. Dat was heel primitief. Ze zeggen zelf ook van je moest de machine volgen. Vandaag duw je op een knop en krijg je een hele compositie. Toen moest je dat echt gaan sturen. Computertjes, ja, die hadden niks geheugen. Dus daar met dat beperkte instrumentarium begonnen zij te experimenteren. En dat werd iets fantastisch, bedoel, klankmatig al. En dat hebben ze dan nog eens versterkt op het podium. Ik pak een keyboard. Ik kan geen mooie noten doen. Ik doe dark notes. Ik weet niet waarom. Ik haat mezelf soms, maar het is zo. Ik start op die keyboard en het gaat naar iets triestig of underground of dark.
Het is mijn natuur. Er is veel lawaai in mijn muziek, maar er is ook genoeg muziek in het lawaai om het aanvaardbaar te maken. Il n'y a jamais eu de message dans Front 242, vraiment. Ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de prendre des snapshots. Comme moi, je participe très peu à la production finale, ce qu'ils font, c'est que, en tout cas dans les deux premiers albums, ils ont pris des morceaux et ils ont recoupé les phrases. Soms dachten we, ja, die woord, die klinkt niet goed, pfft, weg. Et quand j'entendais ça, je me dis, mais ça ne veut plus rien dire du tout. Et ils me disaient, non, mais ça sonne mieux. Et puis j'écoutais ça et je me disais, bon, c'est vrai, ça sonne mieux, alors c'est bon, c'est bon. Iedereen werkte voor het resultaat. Dat was het belangrijkste. Die esthétiek van de Front 242 stukken. Il y avait des idées, il y avait des envies de faire quelque chose de différent, d'utiliser la musique électronique parce que la musique électronique nous permettait d'aller là où aucune autre musique nous permettait d'aller, de casser aussi les clichés anglo-saxons du rock'n'roll. In rock, er zijn wetten, hein? Een song, dat is altijd 2 minuten 30. Je hebt een intro, een break, een crash voordat je de refrein krijgt en zo. Hier met elektronica, ten eerste de machines zijn zo stijf dat je dat niet kunt doen. Dan moet je een ander concept vinden, een andere manier vinden om jou te voorstellen met die machine, maar ook met de beelden. We hebben ook dat concept van heel weinig over onszelf te zeggen in het begin, die mysterie houden. Want als alles zegt, dan willen de mensen niks meer weten. Dus zo weinig mogelijk zeggen in de 3, 4, 5 eerste jaren. Ce qui était important, c'était pas les 4 personnalités du groupe, c'était vraiment ce que le groupe faisait, le concept du groupe. Et c'est pour ça qu'on mettait des lunettes pour qu'on sache pas très bien qui était qui dans le groupe. Het heel raar was ook van, het waren ook non-muzikanten, ze konden niks spelen. On n'a jamais répété. Donc la manière dont les morceaux se travaillaient, c'était des cassettes qu'on s'échangeait. Et pour faire les concerts, c'était la même chose. Donc il y avait une cassette avec la base qui était donnée à chacun. Et chacun savait très bien ce qu'il avait à faire. On travaillait chez nous. Je crois que, je ne sais pas combien de concerts on a fait, je crois qu'on en a fait 800 dans notre vie. Je pense que si on a répété 10 fois, c'est beaucoup. Er wordt hard gewerkt in de piepkleine studio van Daniel in Aarschot. In 1982, 1 jaar na het uitkomen van de eerste single Principles, released Front de debuut-LP, Geography. 2,50 meter op 2,50 meter was de eerste studio waar Geography gemaakt was. En daar waren we soms met 3, 4 mensen in. En dat was echt... Ja, een wc moet je dat noemen, denk ik. Maar het werkte. On utilise un instrument qui est un computer qui sert de maître pour l'ensemble des autres instruments qui sont les esclaves. Geography was een self-made plaat, totaal zelf geproduceerd. We zijn naar de persbedrijf geweest, ons eigen hoes gemaakt. En we zijn naar de winkels geweest met onze platen en die verkopers die pakten 20-tal stukken, dan misschien 50 stukken en zo. Maar op die album was er Human, die echt een alternatieve hit was geworden met de vrije radio's in Brussel. En dus, de verkopen gingen wel nogal goed. Ce qu'il faut maintenant, c'est une maison de disque derrière nous pour nous pousser, c'est-à-dire pour pouvoir s'exporter plus convenablement et un label sérieux qui travaille avec un groupe sérieux. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour les matériaux. Donc l'avenir de France, un peu l'avenir est moins.
front to front. Standing so tall, the ground behind. No trespassers. We had a kans om een clip te maken voor Roodvonk, voor de BRT. Maar we hadden niet veel geld. En ook die muziek was ook zo eenvoudig in het begin. Omdat we hadden maar een vier spoor opnamemachine. Dus het moest eenvoudig zijn. En dus de video had ook eenvoudige vormen. Ik heb toen voor FORTE ook een aantal clipjes gemaakt om uit te zenden op de BRT. En makkelijk was dat niet, want ze hadden natuurlijk dat imago en daar hielden zij heel erg aan vast. Ze mochten eigenlijk niet te veel herkenbaar in beeld komen. Het moest allemaal zo'n beetje toch artistiek verantwoord zijn. C'est un clip qui a été enregistré par Marcel Van Tilt et son équipe à l'époque. Nous on était des fans de Arbeid Adult. Et Marcel Van Tilt était un fan de Front de 4-2, donc il a débarqué avec son équipe. À l'époque, on était un petit groupe débutant, on ne savait pas ce qu'on devait faire, ce qu'on allait faire. Et donc, on a enregistré ce clip dans la chambre à coucher de Daniel. Voilà. Dat die plaat dat we in die tijd voor 800 stukken had verkocht, nu zijn we boven de 300.000 voor hetzelfde plaat. Dus, maar het was helemaal niet gemakkelijk. De beruchte optredens van Front 242 brengen altijd veel fans op de been. Maar de groep breekt geen potten bij de Belgische muziekpers. Ik vond dat zo'n wall of sound. Dat is wat ik me ervan herinner. Een wall of sound in het donker met heel schreeuwerig licht. En die gasten hadden wel een zonnebril aan en wij niet, dus wij ondergingen het. Maar het was quite an experience. Ja. Ik heb heel weinig in mijn leven schrik gehad tijdens concerten, zeker in eigen land. Maar FORTE, dat was wel wat. Ik bedoel, dat was echt dat was luid. Dat was, ik had zo het gevoel dat er iets kon gebeuren. Dat je zo, ofwel zou afgevoerd worden door de Rijkswacht, ofwel dat je met je klikken en je klakken zou buiten gegooid worden, of dat je in een heel andere zware rel kon belanden. Il y a des moments où on s'est battu sur scène parce que je ne sais pas pourquoi on trouvait qu'il fallait le faire. Et d'ailleurs un jour j'ai assommé involontairement Richard parce que je n'avais pas vu qu'il était derrière moi et je lui ai donné un coup de coude dans la figure. Il est resté couché pendant 2 minutes. Et je suis encore venu lui donner des coups de pied en lui disant allez lève-toi maintenant c'est fini. C'était des choses qui pouvaient arriver. Hein. Soms waren er vechtpartijen op de podium tussen Richard en Jean-Luc, maar dat is ook zo, een beetje de show. C'est vrai qu'avant je pouvais jeter une bombe qui pouvait éclater à tout moment, et j'essayais que la bombe éclate sur scène, parce que ça c'était utile, plutôt que avant ou après. Richard moest je niet gaan vragen wat hij wou drinken tussen twee nummers, want dan kreeg je zo'n doek op je kop. Het eerste publiek van FORTE kwam naar ons toe omdat we extreem waren. Voor concerten ook. We deden onszelf pijn met legerfumigenen, met smokebommen te gebruiken. Maar die je adem pakten en zo. Maar we hadden er voor over om een impact te hebben en ook om daar straf te zijn. Now moving behind you. De bedoeling was altijd, we're gonna kill them. En we begonnen die concerten in die sfeer. En dat was echt zo, een commando, een raid, 30 minuten en dan terug. Geen rappel, geen encore, niks. Zeker als 14-jarige of 13, ik ging al heel jong naar concerten. En FORTE 242, dat zag er heel, heel bedreigend uit. Met heel veel domp. En dan die... Richard 23 met zijn megafoon en zijn paracommando uiterlijk, dat is wel fel. Oei, oei. Ja. Met al die legerkleren van de stok Amerikaan en zo, dat was ook goedkoop voor onze fans. Als uniform zo gezegd, als ze naar onze concerten kwamen en zo. Dat is ook zo een symbool geworden van de groep. Dat was echt mijn ding niet. En je moet toch ook zien, je had in die tijd de bende van Nijvel en CCC. En dan
op podium gaan staan in gevechtskledij. Het was echt mijn ding niet. Het was ook de tijd van de Koude Oorlog tussen de Sovjeten en de Amerikaanse. Dus er was veel tensie, veel emergency feeling tussen de twee blokken. En veel films ook daarover, Apocalypse Now, dat is allemaal natuurlijk een geheel van die concept. La presse a dit qu'on était des néo-nazis parce que c'était de la musique très très rythmée, que sur scène on avait des tenues militaires ou paramilitaires. Mais c'est complètement faux. Nous, nos idées politiques, elles sont plutôt complètement de l'autre côté. Et ce qui était embêtant, ce qui nous gênait beaucoup, c'est qu'un jour on aurait pu avoir des ennuis graves, on aurait pu se faire agresser pour des idées qui n'étaient pas les nôtres. Et ça, pour nous, c'était insupportable. Mais à l'époque, c'est vrai qu'au départ, on n'a pas prêté attention à ça. On s'est dit, bon, ben, ce n'est qu'un journaliste qui n'a rien compris, et tant pis, c'est une erreur de dire que, voilà, Front de 4-2 est un groupe d'extrême, et que tu vas dans le magasin, dans ton épicerie, où tu vas tous les jours, où tu es client depuis 10 ans, où tu as toujours eu un sourire du gars qui était derrière le comptoir, qui disait bonjour, et que le gars a lu un journal flamand, et il m'a dit, je suis vraiment surpris, et je suis très triste de savoir que tu es d'extrême droite. In de muziekwereld mag je niet spelen met taboes. In de filmwereld mag je alles doen. Mag je, ik weet nu niet, links, rechts, Adolf, alles wat je wil. Doe dat in de muziekwereld en je bent ja, doomed, zullen we zeggen. Dat is echt een kogel in je voet schieten. Ik herinner mij uit die periode een beetje een agressieve sfeer tussen de pers in het algemeen en Humo in het specifiek. En Front 242 paste ook een beetje op de zogenaamde ideologie van Front. Dat was, ze hadden het zelf voortdurend over een soort guerrilla-muziek of terroristische beats. Ik herinner u in Humo, alles wat met gitaar was heilig en Dave Edmunds op kop. En al wat keyboard was des duivels. Dus ik kan me voorstellen dat die gasten daar een massa drive hebben uitgehaald om toch tegen de stroom in een ding te doen. Maar toen was een teneur bij Studio Brussel toch niet zo dat we Front 242 een goede groep vonden. Dat was eigenlijk een beetje te vergelijken met Queen. Dat vonden wij ook kijkmuziek. En het is niet om te zeggen dat Front kijkmuziek was, hè, maar het was wel zo dat het niet paste in zeg maar de mentaliteit van wat de Studio Brussel toen uitstraalde. En we hebben daar nooit meegenomen. Tot onze grote schande en waarvoor mijn excuses. Hè. Wij draaiden die zaken zoals Prince en Springsteen en daar kwam Front 242, kwam daar niks tussen zoeken, zeker niet in een dagprogrammatie, zoals in de beginjaren van Studio Brussel. Op zaterdagavond had Luc Jansen een Front megamix gemaakt, een uur lang muziek van Front 242. Op dat moment was dat eigenlijk nog nooit gehoord. Ja, Front werd niet op de radio gedraaid. Hè. Je had een paar niche-programma's laat in de avond waar dat die aan bod kwamen. En De Belgische muziek zien, de echte muzikanten, ja, die lachten met Front. Dat wordt Front toe voor toe was een soort grap. Ja, we zitten hier met de Shameboys. Shameboy, hè? Ja. Niet beter zijn dan ons, hè? Here, at last, from Belgium, is something to challenge that. Ladies and gentlemen, Front 242. In 1984, na het tweede album No Comment, volgt een Europese tournee. De groep bedenkt een nieuwe naam voor de typische frontmuziek, Electronic Body Music. Een hoogtepunt is ongetwijfeld 84 met een brief of een fax of ik weet niet wat het was van Wax Trax. Wax Trax was ook een Amerikaanse label die zich had over andere Europese groepen. Die mensen waren zo ook zo'n beetje avant-garde. Dat was zo voor ons de realisatie van de droom. Je bent bezig met muziek, je bent nergens in België win. Word je afgeschoten van alle kanten en dan komt er een Amerikaanse label die zegt we willen uw plaat uitbrengen en een paar maanden later zeggen ze wil je niet komen voor 3-4 concerten. Wij vertrekken dus naar Amerika en wij pakken alles in. Oké, dat is geen conventionele backline, hè. Dat zijn keyboards, dat is een bandopnemer, een paar zakken camouflage netten en wij komen op de luchthaven 's avonds hebben. Wij willen inchecken
En we krijgen daar een factuur van, kijk jongens, dat is jullie overgewicht, jullie moeten zoveel betalen. Ik weet niet hoeveel duizenden franken dat er was. 60.000 Belgische frank, dat was heel veel voor ons. En dan, een uur voordat we moesten vertrekken, hebben we beslist van die tour niet te doen. Maar daar hebben die mensen van Wax straks, maar ook een club in Montreal, dat noemt La Foufoune Electrique, dat is een punkkot in Montreal. Die twee, dus je hebt dat label en die clubs slaan de handen terug in elkaar om die een tour te redden. En om het geld bijeen te brengen om die paar duizend frank, want dat ging niet over veel geld, maar dat was gewoon geen geld. We hadden gewoon ons ticket om die tour terug te reschedulen en om, ja, om dat overgewicht van die backline te kunnen betalen. En toen zijn wij vertrokken. We zijn een van de eerste elektronische groepen die op de Amerikaanse territoire zijn gekomen. Dus de live-formule van een elektronische band, dat was helemaal nieuw voor die mensen. In Amerika, alles staat daar zo geformateerd en plots komt daar een groep toe met een bandopnemer en drie gasten op het podium die geen bas vast hebben, geen gitaar en geen drumstel. Wat is dat? En dat sloeg aan. Dus Front was daar een hele grote groep in Amerika. En bijvoorbeeld als Case Choice daar voor 20 man speelde in Los Angeles, stond dezelfde dag Front de Fortour daar in een uitverkochte zaal van 7000 man en kwamen die met limo's aan. En ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik was backstage met Marilyn Manson. En die zegt me dan zo, het eerste wat hij zegt, wow, Belgium, great man, I listened to Belgian music all my life. En die luisterde dan naar La Muerte, Split Second, Front to Fortune, enfin, en zo nog 10 groepen die de doorsnee Belg totaal niet kent. Hè. On a fait 10 dates, je pense, en 84, 6 en première partie de ministrie. Quand il a entendu notre musique, Al Jorgensen, qui était le patron de ministrie, a décidé, lui, de changer complètement la sienne. Bonjour, je m'appelle Alain. Il a dit, je suis beaucoup plus excité par le genre de musique que vous faites et je veux travailler aussi maintenant avec des machines. Simplement, lui, comme il avait une culture avec beaucoup plus de guitares, il a gardé les machines avec les guitares. Alors que nous, on a toujours dit, c'est que les machines, il n'y a pas de guitare. Publiek in het begin was dat veel gay mannen, ook blacks, black communiteit. Omdat dat nogal dansachtig, die single was nogal dansachtig. Dont le fameux concert à Chicago, le premier concert qu'on a fait aux États-Unis. Et j'en ai encore un souvenir, mais c'est comme si c'était hier, tellement c'était intense, quoi. À 21 ans, te retrouver. Déjà, à 21 ans, je suis dans le groupe dont j'ai acheté le premier 45 tours que je trouve génial. Puis Jean-Luc me dit, je voudrais que tu fasses des backing vocals. Et quelques mois plus tard, il y a un label américain qui sort notre disque et qui nous propose d'aller faire des concerts. Tout ça en un an et demi. Effectivement, te retrouver là, c'est... Et je pense très sincèrement que l'enthousiasme des concerts et l'énergie des concerts n'a pas changé depuis ce jour-là, quoi. De New York Seminar, dat is zo'n festival met alle nieuwe tendenties. En Front 242 was geprogrammeerd. En in de zaal was Johnny Rotten. En hij heeft ons concert gezien. En na het concert is hij op stage gekomen. En hij heeft zo een borstel gepakt, met een fluoro borstel, je weet die cheap borstel. Hè. En hij heeft mij gezegd, ik heb geen bloemen, maar hier, je krijgt een borstel, omdat ik heb die concert echt prachtig gevonden. No Shuffle, dat is, ik weet nog exact hoe ik die nummer gemaakt heb. Ik was een demo aan het geven bij Ilse Music over een synthesizer. En ik tapte die sequence als demonstratie van, ah, zie je de klank van die machine, doet dit en dat.
En dat bleef bij mij zo direct. En ik ben geen muzikant, dus dat was echt moeilijk. We gingen naar een concert met Luc van Ecker nog. Want Luc speelde in het begin zo massief gitaar bij ons altijd. En ik liet hem ook horen, ja, luister wat ik gedaan heb in de winkel. En zei, wow, dat is tof. Dus dat is een single en zo. En ik ben dan eens naar Aarschot, naar hun studio geweest, waar ze toen met mijn gitaar en al mijn pedalen en heel de winkel. En daar hebben ze met 4 man tegelijk samples genomen van wat ik speelde. Luc van Akker, altijd te vinden voor een experiment, treedt ook een paar keer met Front 2 for 2 op. We wouden dan ook een gitaar, maar ook een performer altijd. In het begin was Luc van Akker daar. En Luc is een beest op het podium met zijn gitaar. Dat was fantastisch. Bijvoorbeeld in de Ancien Basique, voor we het podium opgingen, binden die elkaar op, de gasten van Front. En die beginnen dan op elkaar te kloppen en zo van tu es tout le monde. En, ze gingen eigenlijk gans het publiek in elkaar slaan. En ik had dat nogal letterlijk opgenomen. En effectief, dus we gingen het podium op en het eerste nummer begon en ik heb dus gans het publiek in elkaar geslagen, eigenlijk tot aan de mengtafel, waar Daniel stond te kijken met grote angstogen van Luc, wat doe je nu? En ik draaide mij rond en de 3 jongens van Front stonden daar te dansen als majorette. Maar, enfin, dus dat was niet letterlijk bedoeld om wat te weten tout le monde. Il a pris l'idée et le concept d'énergie de Front dans la loge et il l'a mis à la façon Luc Van Acker et il s'est retrouvé avec sa gueule dans le public avec sa guitare. Oui, ça je me souviens de ça. Luc Van Acker, ça c'est mon ami. Moi c'est mon ami. J'ai joué avec lui il y a 10 jours à Leipzig. On a été faire un petit package comme ça. Lui jouait avec les Revolting Cox. Et dans le milieu, dans la scène underground dont on parlait là tantôt, des années 80, la seule personne que j'admirais c'était lui. Parce qu'il a vraiment des cocognes. Et d'ailleurs maintenant il a 50 ans, mais sur scène c'est toujours une bête de scène. Midden jaren 80 kleurt de underground zwart. Heavy metal en new wave zijn de populaire genres. De festivals zoals Torhout Werchter worden druk bezocht. In 1985 speelt Front op de eerste editie van Pukkelpop. Begin jaren 80, Pukkelpop was pas opgestart. En Seaside Festival had je dan ook aan de kust hier in België. En daar zag het publiek echt zwart. Als je daar een witte t-shirt aan had of een rode t-shirt, dat klopte niet gewoon. Dat was dus echt zwart, zwart. En dat was het publiek waar wij voor speelden, zowel Front als Neon Judgment. Dat was gemeenschappelijk gewoon. Het was ook de tijdsgeest die met zich meebracht. De jaren 80 waren redelijk deprimerend voor de jeugd. En ja, dat was een uiting van. Moi, je me souviens très bien de ce concert au festival Pukkelpop. Il s'est passé un incident bête, mais en fait, il y avait des barrières. Il y avait des jeunes derrière les barrières qui ont fait quelques singeries au type de la sécurité. Et il y en a un qui est donc un type de la sécurité qui est monté sur les barrières et qui a voulu frapper le type avec des instruments, avec une grosse pince qu'il avait à sa ceinture. En het werd echt een confrontatie tussen het publiek en de security. En natuurlijk, Richard vond dat helemaal niet leuk. En hij is begonnen tegen de security te schreeuwen. Zijn drumstick te gooien. Et je demandais au gars, on a arrêté le concert, je dis mais vous faites quoi là? Je dis arrêtez de taper. Et les sécurités ont continué. Et naturellement, j'ai dit aux gens, mais vous laissez pas faire. Et là, il y a eu le truc qui s'est passé, c'est que les gens ont arraché le grillage et ont avancé vers la scène. Il n'y a rien d'autre qui s'est passé. Il n'y a aucun de ce public qui se retrouvait backstage ou quoi au caisse. Ouais, il y avait des journalistes de Humo qui étaient là et qui ont très très mal pris ça. Ils ont dit qu'on était vraiment un groupe d'agitateurs, des sales cons, et on a, depuis ce moment-là, on a eu une... C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à dire, de toute façon c'est des fascistes, ils ont des badges SS, alors que c'est faux, c'était pas SS, c'était 242.
na het succes in de Verenigde Staten biedt het Britse ZTT Records Front 2 for 2 een platendeal aan. Op het hippe label ZTT zit dan onder meer de hitgroep Frankie Goes to Hollywood. Front wijst de deal af en tekent tegelijk bij het Belgische label Play It Again Sam. In 87 gaat de groep op Europese tournee met Depeche Mode. Front was aan het boomen en ze konden in Europa op de tour van Depeche Mode. En het was niet zo dat ze zich moesten inkopen, ze werden gevraagd door Depeche Mode om mee te gaan. Dus dat was eigenlijk ook een vorm van respect van Depeche Mode naar een groep als Front 2 for 2. Dan hebben we een Europese tour gedaan met Depeche Mode en moesten wij ook een Amerikaanse tour met hen doen. Die Amerikaanse tour hebben wij geweigerd, omdat we ons album Front by Front wou uitbrengen. Het album Front by Front zorgt in 1988 voor een internationale doorbraak die grotendeels te danken is aan het catchy nummer Headhunter. Headhunter is een slechte disket die in een apparaat werd gelood met een sequentie en opeens is alles samengekomen met een bepaalde klank en we dachten, oei, dat is iets tof. En we zijn van die accident, van die ongeval, zijn we gestart. I mean, Headhunter today still sounds good. It's edgy, it's exciting, it has something which all musicians and music looks for but doesn't often get. It has a timelessness attached to it. L'inspiration pour le morceau Headhunter, elle vient de mon job à ce moment-là. Je travaillais dans une compagnie d'assurance et c'est moi qui m'occupais du recrutement. Et donc, il y avait vraiment le 1, you lock the target, 2, you bait the line, 3, you slowly spread the net, and 4, you catch the man. C'est exactement ce que je faisais pour recruter du personnel. Daniel die kende Anton Corbijn door zijn fotografische werk met Joy Division en later met Depeche Mode. En we vonden dat die persoon een mooie sensitiviteit had. Een manier van beelden samen te zetten. Maar de muziek die ik toen hoorde van Front 2 for 2, ja, dat was niet de muziek die ik thuis speelde, zal ik maar zeggen. En ik was huiverig voor een samenwerking, omdat ik zo pril was in mijn ideeën altijd nog over muziek en beelden erbij, dat ik bang was dat ik helemaal geen raakvlak zou hebben, weet je, met mijn beelden. Ik ben toen naar Brussel gekomen en heb ik ze ontmoet. Je pense pas qu'il connaissait très bien le groupe. Mais je lui parle de notre musique, je dis voilà, et on est en pleine phase, on a un nouvel album qu'on va sortir, mais qu'on n'avait aucune connaissance dans le milieu du clip, et que donc on voulait travailler avec quelqu'un, et qu'il était sur notre liste, en top liste, parce qu'il était vraiment un des meilleurs clipman de l'époque. Er is die bekende anekdote dat tijdens het filmen een van de jongens op me afkwam, zei Anton, je weet al wel, het heet niet Eckhunter, maar het heet Hatton. Maar ik geloof dat nu de geschiedenis ingegaan is, als dat ik het over de telefoon verkeerd had verstaan. Maar dat was niet zo. Ik had met Bring on the Dancing Horses van Eckhunter Bunnyman ook koeien gebruikt. Dat is gewoon een keuze. Maar on ne saura jamais la vérité. On ne saura jamais si Anton a vraiment mal compris le titre. Ou s'il s'est dit, je vais faire une mopieux avec le titre. Donc, on ne saura jamais. Et je pense qu'il ne le dira jamais. Et que même si un jour il dit, ce ne sera peut-être pas la vérité. Na 20 jaar leeft die clip van Hatter nog altijd door. Ik heb op YouTube nog een mashup. Mashup is zo'n samenvoeging van twee nummers gevonden. Waarbij een clip en een nummer dus van Gwen Stefani werd gemixt met Headhunter. En het nu Hollaback Hunter of zoiets. Die clip wordt trouwens altijd aanzien als een van de beste van Corbijn. En bij gevolg ook een van de beste videoclips eigenlijk aller tijden.
In 1988 poseren de groepsleden in de front battledress-stijl op de cover van het Britse muziekblad Melody Maker. Bridget Fonda kijkt naar de frontclip Rhythm of Time in de film Single White Female. En Citroën Parijs lanceert de nieuwe XM met muziek van Front 242. Citroën a créé la nouvelle XM. Welcome to another summer Belgium festival. We are in juste ici. Water. Voor de show altijd water. Na de show. Amen. In 1991 brengt Front het eigenzinnig agressieve album Tyranny for You uit. Voor de opnames van de clip bij Tragedy for You trekt fotograaf, regisseur Anton Corbijn dit keer naar Spanje. Tyranny for You, c'est un album qui va encore plus loin dans le, je dirais, dans une sorte d'agression sonore que Front by Front. Et c'est vrai que il y a eu un peu après, il y a eu la guerre de donc contre Saddam Hussein. Et certains morceaux de cet album et des albums précédents ont été joués en boucle sur les porte-avions qui étaient dans le Golfe. Il y avait toute une série de morceaux assez énervés qui étaient joués là pour maintenir le moral des troupes sur un mode un peu énervé. Et ce qui fait que la tournée suivante qu'on a faite en 93, il y avait énormément de militaires qui sont venus s'ajouter encore au public qu'il y avait. Et c'est là qu'ils nous ont expliqué, ah oui, quand on était, moi j'étais dans le Golfe, il y avait 40 morceaux. Il y avait 40 morceaux qui tournaient en boucle. Il y avait des morceaux de Clash, des morceaux des Ramones, de Ministry, et il y avait deux morceaux de Front 242 qui tournaient sur le... The gates to one of the nation's largest concerts opened just minutes ago here in the metro area. Some 25,000 people are expected to rock the day away at Lollapalooza. On a été invités, seul groupe européen et seul groupe électronique, à la tournée Lollapalooza, qui est une sorte de Woodstock. Festival Woodstock comme ça qui a fait 40 concerts aux États-Unis, il y avait entre 50 et 100 000 personnes tous les jours. Et pour nous, c'était une catastrophe. Toen we Lollapalooza, we waren het zo beu dat we bijna zelfmoord op het podium zouden gepleegd hebben. Niet fysiek, maar een muzikale zelfmoord. En dat hebben we soms gedaan om te tonen aan die label dat het ons niks kon schelen. Het was wel belangrijk om daar te zijn. Maar het was ook, zoals ik zeg, een industrie. Dus geld, pers, promo, op de baan altijd. Zo, echt zo, voor mij, rock'n'roll circus. Dat was echt zo te veel. Alles wat ik van haatte. Dat siert en langs de ene kant die integriteit van die gasten van Front. Die koppigheid, die eigenzinnigheid. Is dat eigenlijk, toen dat het voor Front ging openbloeien in Amerika, maken zij niet in hun ogen. En ik denk, als je achteraf die twee platen hoort, dat is Up Evil en Down Evil, dat waren de foute platen op dat moment om in Amerika gewoon door te breken. En waarschijnlijk Amerika de rest van de wereld. En niemand heeft die platen gesnapt. Dat zijn zo'n beetje ook suicide-platen. Suicide tegenover die Amerikaanse labels, tegenover Pias. We wouden eruit raken. Là, on s'est dit, il y a quelque chose qui va plus. Et on a décidé d'arrêter, de travailler ensemble. Et voilà. Et on a commencé chacun à faire des projets de notre côté à ce moment-là, pendant 4 ans. Mais on a recommencé à faire des concerts en 97 en se disant qu'on allait en faire 10. Et puis on a eu tellement de propositions que ça a continué, ça ne s'est jamais arrêté. Et donc à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on fait un nouvel album ou pas? Dat nieuwe album heet Pulse en verschijnt in 2003. De leden van Front zijn betrokken bij tal van nevenprojecten, waaronder een samenwerking met Ozark Henry en remixes met Underworld, The Prodigy en The Orb.
De groep blijft over de hele wereld optreden, van Rusland tot de Verenigde Staten. En voortaan doen ze dat live met een Berlijnse drum. Mir ist es eigentlich eher so, dass neue Ideen entstehen hier, machen Daniel und Patrick. Und ich bekomme dann Playbacks, ich bekomme dann auch Ideen, wo sie sagen, oh, wir hätten doch gerne das Schlagzeug so oder in die Richtung, kannst du das machen? Was glaubst du, passt das oder sollte man das lieber anders machen? Und dann erarbeiten wir zusammen eigentlich die Schlagzeugspuren. Also die Idee ist schon grob da und ich bekomme Playbacks und dann versuche ich das zu machen, was man wirklich umsetzen kann am Schlagzeug. Mon rôle dans le groupe, c'est à la fois de créer les visuels avec mon ami Étienne Auger. De créer les visuels, ça, on fait ça donc sur ordinateur, avec les musiques, avec les paroles, avec les slogans. Et ensuite, c'est de les jouer sur scène. Ik heb altijd geaard om daar op het podium te staan. We hebben daar gedaan in het begin van Front. Ik verveelde me dood. Het klinkt verschrikkelijk, je weet niet wat je aan het doen bent. En dus heb ik besloten om te gaan waar het Front het beste is in het publiek, vind ik. Ik kan dan ook reageren op het publiek, op wat er gebeurt. Ik kan gewoon de bassdrum. Ik heb alles apart, dus ik kan zeggen nu. Zal ik de bassdrum echt pushen om de mensen in beweging te brengen? Sommige concerten doen we dat niet. Ik speel ook, ik improviseer een hele concert op een keyboard. Ik kan daar lawaai maken, ik kan over de top gaan. Zelf luider dan soms de band. Ik wil in controle zijn van hoe Front klinkt. Front is altijd een heel principiële groep geweest. Ik denk dat ze daardoor eigenlijk de eigen benen een beetje hebben zelfs afgehakt. Ze hebben tegen heel veel dingen nee gezegd. Ze hebben altijd zo heel sterk op hun onafhankelijkheid gestaan. Als je ziet wat de festivals zijn geworden, het zijn supermarkets van de groepen. Ik moet namen noemen, maar Wechter en Pukkelpop, dat heeft niet veel meer te zien met de muziek gebeuren. Voor ons werkt het niet met ons ethiek. Als we ontdekken dat die mensen bijvoorbeeld de campagne van George Bush gaan financieren. Dus muziek en politiek, maar nog, Bush-campagne politiek werken niet samen. Dus voor ethische reden hebben wij altijd Werchter. En Pukkelpop, die een deel ook Live Nation is, geweigerd. Voor mij is looking in the mirror nog altijd belangrijk en ook, ik wil niet onbeschoft rijk worden. Als ik maar leuk kan leven, is het goed. Rock Werchter, oui. Clear Channel arrive et nous dit un jour, voilà, vous venez jouer pour nous, pour quatre fois plus que le plus gros cachet qu'on ait jamais eu. Et après, vous travaillez plus qu'avec nous. Patrick a dit, ça nous intéresse pas. Allez, in hun ogen blijven wij dus. Wij zijn niet meer onafhankelijk, we zijn niet meer Rock Werchter, wij zijn een multinational. En dat blijft vandaag nog altijd. En ik denk de manier dat zij nu nog altijd. Hè, want wij hebben hen aangeboden om Isle of Techno te spelen. Wij hebben hen aangeboden om terug naar Pukkelpop te komen. Zo. En dat hebben ze allemaal naast zich neergelegd. Ah. Il est là, Daniel. Je trouve qu'aujourd'hui, dans les concerts qu'on fait, on n'a jamais été aussi bon. On n'a jamais été d'aussi bons musiciens. On n'a jamais eu un son aussi bon. On n'a jamais eu des visuels en background aussi bons. Donc on continue tout le temps à progresser dans notre boulot. Ik vind dat we nieuw materiaal moeten uitbrengen als challenge. Voor mij persoonlijk dan, ik heb niet ambitie om nog een plaat te maken. Mais on a toujours la même envie, la même idée. Le concept est toujours là, la musique est toujours forte et les concerts doivent toujours être forts et physiques. Donc c'est peut-être pour ça qu'on en fait moins. Il vaut mieux faire moins de concerts mais garder toujours cette intensité plutôt que de faire des concerts moins intenses mais d'en faire beaucoup.
ik plaatjes moet draaien ergens, en dan draai ik ook altijd wel een nummer van Front to Fortune, een oud nummer van Gaddafi of zo. En dat klinkt nog altijd heel, heel actueel, heel goed, heel vuil. Mensen blijven er ook op dansen, dus straf. Door het feit dat Front in België geen of weinig erkenning kreeg, zijn ze het gewoon buiten de grenzen gaan zoeken. En zijn ze wat dat betreft misschien ook weer, zonder het half te beseffen, van grotere invloed geweest dan 80% van alle Belgische rockbands op dat moment. Billboard, een belangrijk Amerikaans muziekblad, rekent dan met de 500 belangrijkste muziekproducers, muziekmakers of bedenkers ooit. En Rolling Stone vond het ook jammer, vond hen zo eigenlijk de aanstichters van de dansrage in Amerika. Dus ze hebben eigenlijk het pad geëffend voor techno en house, voor de populariteit ervan in de Verenigde Staten. Ze hebben echt iedereen beïnvloed eigenlijk. Ze zijn een doorgeefluik geweest van elektronica naar rock eigenlijk. Zo van, en vooral live met hun performance, dat was buitengewoon eigenlijk. Front gaan zien, dat was een evenement. To make music that sounds good 5 years after or 2 years after they made it is lucky, but to make it sound good, I think maybe 20 years afterwards, is pretty rare, and I think that should be celebrated. Ik houd van rock, maar ik ben geen rockpersoon. Ik ben Belg. Ik leef met die rotweer. Ik heb een Vlaamse en Franse cultuur. En voor mij, de feit dat ik met die muziek, elektronica, iets van niks heb kunnen starten en iets persoonlijk kunnen doen, is het belangrijkste ding dat ik in mijn leven heb gedaan. De tout le travail qu'on a fait pendant toutes ces années, plus de 25 ans, c'était vraiment de retirer d'abord une satisfaction personnelle, mais d'essayer de break the rules. Et on a réussi.